Het afgelopen weekend stond weer in het teken van herdenken en vieren. Maar naast de grotere bekende herdenkingen zijn door het land heen ook vaak kleine herdenkingen met vaak bijzondere verhalen. Zo ook bij het Antonio Barbaro monument in Mook. Tijdens de bevrijding van Nederland werd in 44-45 een brug over de Maas gebouwd ter hoogte van de voormalige spoorwegbrug in Mook. Een boot met aan boord 3 Canadese militairen vertrok op een dag om aan de zogenaamde Baileybrug te werken. Een eind van de oever sloeg de boot tegen een van de pijlers, waardoor de bemanningsleden moesten zwemmen voor hun leven. Barbaro kon goed zwemmen en zijn collega's niet. Daarop besloot hij dat zijn kameraden de 2 aanwezige zwemvesten moesten dragen. Hij verdronk op 22-jarige leeftijd. Well, unfortunately, he was out in the boat. He was an engineer who built Bailey bridges. And he was sent out to repair one of the bridges with 2 comrades. And the boat that he was in got caught in the current on the Maas. And unfortunately, he didn't make it. A heartbreak for my father's family and all of us who came after. Afgelopen vrijdag werd Barbaro herdacht in Mook. Op deze middag werd het verhaal gedeeld door zijn neef Tony Barbaro. Hij vertelt het verhaal nu namens zijn vader en familie. My father, I once asked my father why he chose to call me Anthony Barbaro. I was named after my uncle in honor of his brother, but would never speak about it. It was just too difficult. Tony Barbaro is blij dat het verhaal nog steeds verteld en herdacht wordt. Being here today has helped that a lot. The respect that people in Holland show for him makes this a lot better. It absolutely means the world, and I can tell you it's something that I and my daughter Carrie will never forget.